De feestdagen staan voor de deur. Een moment waarop familiaal wordt gefeest en samengekomen. Maar voor de horecaondernemer wordt deze jaarwende een scharniermoment. De komst van de zogenaamde geregistreerde kassa is wel uitgesteld, maar blijft onafwendbaar. Het rookverbod blijft als een schaduw boven de sector hangen en de btw-verlaging biedt weinig soelaas. Actua TV grijpt deze problematiek aan en toetst hem tegen het globale stimuleringsbeleid van de federale regering. Welkom in dit Actua TV-debat, waarin we op zoek gaan naar de effectiviteit van de relance maatregelen van de federale regering, meer bepaald met betrekking tot de horecasector. En we zoeken een antwoord op die vraag samen met John Crombie, staatssecretaris voor fraudebestrijding, maar ook belast met de coördinatie van het horecaplan. Met Danny Van Assen, afgevaardigde bestuurder van Horeca Vlaanderen. Met Stefan Buijens, chef, maar ook zaakvoerder van Hostellerie Fox in de Pannen. Met Jan van Esbroek, kamerlid voor N-VA, maar die de horecasector van dichtbij opvolgt. Ja. En met Ivan Sabbe, Vlaams parlementslid voor lijst, of voor LDD moet ik zeggen. Maar ook gedelegeerd bestuurder van het ISPC. Dat is een horecaspecialist, een groothandel voor de horecasector. Meneer Van Assen, laat ik met u beginnen. Als we spreken over de horeca als sector, wat stelt dat voor in Vlaanderen? Wel, laat me beginnen met te zeggen dat de horeca de schoonste sector van het land is. Dat vergeten we af en toe wel eens, maar dat moet toch ook herhaald te worden. De horeca is de sector die er eigenlijk voor dient om de mensen een goede tijd te geven, om de mensen te soigneren. Is eigenlijk een stukje erfgoed in ons land. Dus dat is de eerste reactie die ik op uw vraag zou geven. Aan de andere kant, wat is het belang van de horecasector economisch gesproken? Wel, dan kunnen we zeggen dat daar op dit moment 125.000 mensen werken. En dat die 125.000 mensen eigenlijk heel vaak uit doelgroepen komen. 1/3 van de werknemers in de horeca is laaggeschoold. 25% is jonger dan 25 jaar en ongeveer 20% is allochtoon. Met andere woorden, de horecasector is een arbeidsintensieve sector waar heel veel handen nodig zijn. Die ook heel veel mensen daarom kansen geven. Maar dan zitten we ook onmiddellijk natuurlijk bij het probleem van onze sector. We hebben veel handen nodig en dit in het land met de duurste last op arbeid ter wereld. Ja, zijn dat cijfers voor Vlaanderen? Of zijn die cijfers? Dit zijn Belgische cijfers, ja. En als je die zou uitspreiden over de twee regio's, waar zou je dan eindigen? Wel, in Vlaanderen zit je ongeveer op een 80.000 werknemers, ongeveer een 35.000 horecaondernemingen. Dus laat ons zeggen dat je altijd ongeveer een 55-60% van de horeca dan in Vlaanderen vindt. Ja. Ja. Meneer Crombie, in die sector wil u een geregistreerde kassa invoeren. Een blackbox wordt ze ook wel genoemd. Wat is dat eigenlijk en waarom is dat zo nodig om dat te doen? Eigenlijk de beslissing om die kassa in te voeren is door de vorige regering genomen op het moment dat ze de btw-verlaging hebben beslist. En eigenlijk was de overweging toen, want we zaten niet in die regering, als ik het goed begrijp, om te zeggen van kijk, we geven zuurstof aan de sector, maar we willen dat die sector steeds witter wordt. Dat was de bedoeling, dat is nog steeds de bedoeling. De huidige regering heeft die beslissing overgenomen. En dus is het nu kwestie, en dat is het hele debat, om te zoeken naar een manier om met de sector samen, want dat is ook mijn conclusie na maanden gesprek met de sector is daar klaar voor op voorwaarde dat het op een leefbare, rendabele manier kan gebeuren. En als die win-win situatie kan gevonden worden in de komende periode, de komende jaren, dan graag. Ja, maar wat doet zo'n kassa concreet? Kassa concreet gaat ten eerste een geregistreerde kassa, dus die voldoet aan een aantal normen waarin je dus zowel het gedeelte omzet en btw zult capteren, maar ook, en dat is een nieuwe beslissing van deze regering, een stuk van de werkingen van het personeel. Daaraan verbonden zal een blackbox hangen waarin eigenlijk de gegevens van het kassaverkeer zelf worden opgenomen. Als er dan een controle is, zal men via die blackbox kunnen kijken naar wat de kassa heeft geregistreerd. Ja, dus je kan eigenlijk niet meer frauderen met die kassa? Tenzij je niet intikt? Wel, ja, er zijn altijd manieren om te frauderen. De bedoeling van de kassa is om het moeilijker te maken. Er zijn andere landen waar de kassa is ingevoerd, waar men na een tijd heeft vastgesteld dat er met software en andere het niet intikken toch manieren gezocht worden om. De bedoeling is om een systeem te maken dat de kans op fraudegevoeligheid lager ligt. En soms is het ook zo dat in bepaalde zaken, want de horeca is een begrip voor zeer veel verschillende soorten zaken en omstandigheden. In sommige zaken men dat spontaan heeft gedaan, die kassa, ook omdat het een betere en makkelijkere manier is om de relatie met personeel en de echte omzet beter te registreren. Ja, meneer Van Assen, die kassa komt er in alle etablissementen die minstens 10%
uit een omzet halen uit voeding die ter plaatse wordt geconsumeerd. Mm-hmm. Dus dat zijn restaurants, veronderstel ik in eerste instantie. Wel, dat is veel meer dan restaurants. Eigenlijk denken we dat van de 55.000 ondernemingen in België ongeveer een kleine 50.000 horecaondernemingen wel degelijk de geregistreerde kassa met Blackbox zullen moeten invoeren. En ik wil toch nog eens even onderstrepen dat als wij met ondernemers spreken en als we zelf die invoering van die kassa evalueren, dan is dit een heel erg sluitend systeem. Perfectie zal nooit van deze wereld zijn, maar het verbaast me soms als ik met sommige politici spreek dat zij zelf meer twijfelen aan de effectiviteit van deze maatregel. Wanneer ik met ondernemers spreek, dan is het heel duidelijk dat men zegt van met de introductie van deze kassa zal het inderdaad onmogelijk worden om een niet-officiële inkomst te genereren. En laat ons het heel kort samenvatten. Als je geen zwart geld binnenkrijgt, kan je geen zwart geld uitgeven. En dat wil dus ook zeggen dat alle lonen officieel zullen betaald worden enzovoort. Is dit een goede zaak? Ja, uiteraard is dit een goede zaak. Laat ons wel wezen. Elke sector wil graag zo officieel mogelijk werken. Heeft ook alle mogelijke voordelen. Er is één grote maar. Namelijk, het moet ook mogelijk zijn. En er zijn ook redenen waarom er voor een deel een informeel circuit bestaat. En als men natuurlijk gaat proberen om het informele circuit te laten verdwijnen, maar zonder dat men de oorzaken wegneemt waarom het informele circuit bestaat, ja, dan gaat men niet alleen de achterpoortjes sluiten, dan gaat men ook de voordeur sluiten. Ja. En dat is nu iets, en we hebben nog één jaar, dat is nu iets wat we ten alle prijzen moeten vermijden, net om vooral die enorme tewerkstelling die bij ons in de sector ook bestaat, om die te vrijwaren. Ja, voor we tot die fundamentele punten komen, Stefan Buijens, bent u bang om zo'n kassa in te voeren? Goh, bang is een groot woord. Het zal natuurlijk een verandering zijn, er zal een probleem zijn. Er zal voor veel mensen, voor mij persoonlijk, is dat minder van toepassing. Maar ik wil toch één iets zeggen, vooraleer men echt technisch gaat gaan spreken. Dus wij zijn in feite, dat is allemaal goed en wel, hè. Moet al officieel, moet allemaal zien, moet allemaal uren geregistreerd en zo. Mm. Maar wij zijn een dienstverlenend bedrijf. Wij zijn geen fabriek. In een fabriek gaat men binnen om 8 uur. En men eindigt om 4. Bij ons komt men binnen als personeel om 8 uur, maar men weet bij God niet wanneer dat die klant gaat buiten gaan. Dat is voor mij punt nummer 1, die zeer moeilijk zal zijn om in de juiste banen te doen. Punt nummer 2 is ook mensen bij ons, jongeren bij ons, ik geef een voorbeeld, die eten bij ons, die zitten aan tafel. Wij hebben een familietafel waar we met 15, ik heb 15 man vast in dienst. Familietafel waar we samen zitten. Hoe moet dat te werk gaan? Moeten wij dan uitprinten? Moeten wij die mensen naar huis zenden? Moeten wij... Dus dat zijn allemaal periodes. Die jongens die leven bij ons. Die kijken samen naar de iPad, naar het voetbal, wanneer dat ze gedaan zijn. Dat is zo vergroeid. Dat is zo'n familiegeheel. En als dat allemaal in die blackbox moet komen, dan heb ik zoiets van, jongens, hey, hallo. Dat gaat gewoon echt niet. Ja, wij zijn marchand de bonheurs. Wij verkopen... Dat klein stukje, zijn misschien nog de enige die dat zo persoonlijk kunnen brengen, die dat zo warm kunnen brengen. Die dat zo van de communie naar de doop, van de doop naar de communie, naar het trouwfeest, naar het eerste dinertje met liefke. Sorry, hè? Dat zijn wij. Wij staan daar, onze jongens staan daar. Dag meneer, dag mevrouw, heeft u gesmaakt? Was het allemaal naar wens? Maak ik nog een koffietje? Nee. Dan blackbox. Ja. En daar is toch nog heel veel werk aan de winkel om dat allemaal heel juist te laten verlopen, denk ik. Ja, wij snappen, we zijn natuurlijk, het zijn belangrijke dagen, kerstmis, nieuwjaar voor de sector. Het is het hoogtepunt van het jaar eigenlijk. Maar welke reacties vangt u op uit die sector als het gaat over... Wel, ik denk dat de sector op zich zeer ongerust is, zoals net gezegd, zeer ongerust is over de invoering van die blackbox. En natuurlijk, we moeten daar de juiste benadering vinden. En ik denk de juiste benadering is dat een sector zoveel mogelijk en maximaal officieel wil worden. Dat is logisch, want uiteindelijk kom voor een stuk uit de industriële achtergrond en daar is alles sowieso officieel. Dus ik denk dat we daar moeten herkennen dat elke sector eigenlijk naar een volledig officiële registratie moet, een officiële prestatie moet. Maar nu komt het belangrijkste. Hoe gaan we daarmee om in deze sector? Effectief, die een sector is van ontspanning, een sector van happiness, maar dan moet je
wel de juiste overgangsmaatregelen en de juiste verzachtende maatregelen invoeren en aanbrengen om te zorgen dat het werkbaar is. Dus het ene, ik zeg ja, als je naar een volledige officialisering gaat, zeker, vast en zeker. Bij ons in het bedrijf is het sowieso zo, dus uiteindelijk is dat voor onszelf geen probleem, wel voor onze klanten. Maar twee, dan moet je wanneer dat je dit doet, de juiste omkadering, de juiste begeleidende maatregelen tot leven brengen om dit te realiseren. Ik denk dat daar het schoentje wringt van welke begeleidende maatregelen zal de regering in de toekomst nog bij hetgeen die nu al aangekondigd is, wat zal er aan bijgebreid worden om te zorgen dat het geen bloedbad wordt voor de sector. Okay. En dat is de uitdaging. Dus straks komen we erop terug, meneer Van Esbroek vanuit de federale oppositie. Hoe kijkt de N-VA aan tegen deze innovatie? Ja, eerst en vooral wil ik nog heel graag meneer Van Essen een beetje aanvullen in de zin van de belangrijkheid van de sector. Want we moeten er toch wel bij stilstaan. Dit is een van de enige sectoren waar iedereen in dit land van de geboorte tot men sterft en zelfs daarna mee te maken heeft. Iedereen. Niet alleen qua werkgelegenheid, maar ook alle mensen kunnen daarvan genieten. De moeder en vader die met hun kind de papfles willen laten opwarmen, vanaf die moment begint het al voor die baby tot de koffietafel op de begrafenis. Dus dat besef moeten we één vooral hebben. Dan twee, het probleem van die kassa. En dat kan meneer Van Essen van Orica Vlaanderen veel beter nog vertellen dan ik zelf. Maar de afspraken die daar in het begin gemaakt werden bij de invoering van die kassa, en meneer Crombeet weet dat heel goed, waren natuurlijk wel anders dan waar dat we nu zitten. Het enige dat daarvan overgebleven is, van die afspraken, is die kassa op zich. Ik vind het heel belangrijk dat als we naar zo'n kassa gaan, en wij staan daar ook wel achter, uiteraard, de verwitting van de sector, waarom niet? Hè? Dus voor alle sectoren zou dat zo moeten kunnen gebeuren. Maar als je zoiets invoert, dan moet je niet abrupt doen. Je moet daar inderdaad het kader scheppen, de mogelijkheid geven om dat te kunnen doen. Ik heb er juist al een opening gehoord, maar ik moet eerlijk zijn, meneer Crombeet, het is een van de eerste keren dat ik dat zo openlijk hoor. Maar ik ben oprecht blij. Ik twijfel ook niet aan uw goede bedoelingen. Daar mag u zeker van zijn. Dus in ieder geval, het kader moet geschapen worden om die sector de mogelijkheden te geven. En daar was in het begin ook de afspraak van laten we starten met die controlenorm als middel, als startmiddel om zo langzaamaan te beginnen en een aantal tegemoetkomingen te doen naar de sector toe om op het einde als sluitstuk die kassa in te voeren. De btw-verlaging die toen besproken was een goed middel altijd als het ging over de 6% op alles. Wat schiet daar nu nog van over? 12% alleen op voeding en alle dranken blijven dan aan 21% op deze moment. Wel, dat is maar de helft van de helft van de helft van wat er afgesproken was, maar die kassa die is daar nog altijd. Dus daarom zijn wij echt in actie geschoten. In 2010 ben ik daar zelf mee begonnen in het parlement. Maar we hebben dat over de partijgrenzen heen zo ver mogelijk proberen te doen, ook in samenwerking met de sector, om daar ergens een plan te gaan zien. En waar komt men dan uit? Wat zijn belangrijke dingen waar we moeten durven ingrijpen? In de tewerkstelling moet je een aantal taboes durven doorbreken. Je moet loskomen van die vaste arbeidswetgeving die vandaag de dag bestaat, maar iets te veel gestoeld is op de leest van grote bedrijven met 3.000-4.000 werknemers. Maar dit zijn allemaal individuele kleine bedrijven, maar dus met 125.000 mensen die er werken de dag van vandaag. Dus wat dat betreft moeten durven taboes doorbreken. Ja. We nog even over de kassa doorgaan. Meneer Crombeet, zijn die kassas al te koop? Er zijn kassas te koop. Met de invoering en de timing van de invoering is zo dat de timing die voorzien was. En want ik zit hier een beetje in een omgekeerde rol. Meestal moet ik de controlesystemen invoeren, maar de kassa wordt ingevoerd bij Financiën en ik doe de coördinatie van de begeleidende maatregelen. Maar eigenlijk ging het over de vereisten voor een correcte geregistreerde kassa te hebben. Die worden bekendgemaakt dan een periode waarin ze gekocht en geplaatst kunnen worden. Is nu de periode waarin dat zou volledig moeten duidelijk zijn, maar door het uitstel van de invoering bij Financiën heb ik de indruk dat alles weer een beetje opgeschoven is, ook naar die koop van de kassas. Op de opmerkingen van daarstraks, eigenlijk gaat het over, en dat is wat ik vaak heb gehoord, die sector zegt van kijk, we hebben er zelfs baat bij als wij op een gezonde, rendabele manier kunnen officialiseren. We hebben daar baat bij, om veel redenen. Veel van de opmerkingen die gegeven worden zijn ook zeer praktisch, want het gaat erover
in een zeer atypische sector, waar dat de loonkosten een belangrijk deel van de kost is toekoer, maar waar ook de werkomstandigheden, dat is waar u naar verwijst, ook zeer atypisch zijn. En als ik dat zeg, dan gaat dat niet over elk bedrijf op dezelfde manier. Het is in een hotel anders dan in een café en anders dan in een gastronomisch restaurant. Maar dus, om het heel concreet te maken, want dat is een belangrijk element in de discussie en we moeten het daarover hebben, denk ik, dat is, men werkt daar effectief niet in een shift en het is gedaan. U gaf het heel goed aan, het zijn de klanten die bepalen hoe lang men werkt. En dus, we spreken vaak over flexibiliteit in de arbeid, op dit moment is dat zo in de horeca. En als men dan zegt van, hoe ga je dat systeem implementeren, die kassa mag niet het beletsel zijn om ervoor te zorgen dat je je personeel naar huis moet sturen terwijl dat er nog 4 tafels in het restaurant zitten. En dat heb ik ook al tegen de horeca gezegd, tegen de sector gezegd. En nog belangrijker is de maatregelen die dan gepaard gaan met de manier waarop dat er moet geregistreerd worden. Ik denk dat het zelfs een voordeel kan zijn, als het dan toch geofficialiseerd moet zijn, dat men registreert. Ook de loon. Dat kan zelfs administratieve voordeel zijn. Dat kan een voordeel zijn naar de controles. Het zou een opluchting zijn dat je eigenlijk veel makkelijker, als je controle krijgt, veel makkelijker kunt zeggen, voilà, that's it. En dat eenvoudiger maken. Hè. Ik heb met de sector gepraat over een forfaitaire benadering. De sector weet dat van de overuren. Dat is op dit moment niet beslist, maar dat is nog altijd een goede manier om het te doen. En je moet eigenlijk durven ook sectorieel verschillen maken. Als er daar straks verwezen is naar de grotere bedrijven en de industrie, als er daar dingen op maat zijn gemaakt, dan zou het eigenlijk raar zijn, moest je niet voor de horeca ook dingen op maat maken. De werkomstandigheden en de openingsuren enzovoort zijn gewoon anders. En daar hebben we inderdaad nu nog een jaar de tijd voor om te zorgen dat, ja, dat kan lukken. Ja, want die invoering is nu 1 januari 2014. Maar begrijp ik het nu goed dat u eigenlijk gaat van een registratie van de inkomsten, ook naar de registratie van de arbeidstijd en van de lonen en van het hele arbeidsapparaat? Dat staat in het regeerakkoord. De discussie is bezig van het begin van de regering, ook met de sector. Maar de eigenlijke discussie en de eigenlijke vraag, dat is als men personeel binnen de uren, dus de arbeidstijd van een normale werkweek, registreert. Ik zal het heel praktisch maken. Dan zou je kunnen afvragen, betekent dat je op de kassa het begin en het eind van de normale uren registreert? Dat is de vraag van, en wat dan met de pauzes enzovoort? Hè? Daar heb ik altijd gezegd, werk met de makkelijkste vorm. Van de twee kanten. Makkelijkst controleerbaar, maar ook makkelijkst invoerbaar. En dan heel de discussie kwijt met de overuren. Als ik daar straks zeg een forfaitaire benadering, dan zou je eigenlijk via de kassa moeten aangeven wanneer iemand begint aan overuren. Hij betaalt een forfait en klaar. Maar geen registratie van het aantal uren. Omdat je dat ook puur praktisch, je kunt niet voorspellen hoeveel uren men overwerkt, bijvoorbeeld. Maar dat zijn discussies die nog allemaal bezig zijn. Even als is geven en nemen, als ik het hoor. Want wel, ik vrees dat het altijd maar, het hangt vanaf van waar je het bekijkt, maar geven en geven en nemen en nemen is. Ik ga uiteraard meneer Crombé het regeerakkoord niet leren kennen. Maar het gevoel dat wij hebben is dat we op een bepaald moment in een evolutie gebracht worden die een ongelooflijk belangrijke evolutie is en waar we ook voor een deel in willen meestappen als het op een aanvaardbare manier, als het op een doenbare manier wordt georganiseerd. Maar dat en cours de route, nog voor de problemen die daarbij komen, dat er allerlei nieuwe voorwaarden worden geschapen. Ik hoor nu vandaag zeggen, ah ja, we gaan ook naar die arbeidstijdsregistratie moeten gaan enzovoort. Wel, wanneer we nog maar bezig zijn met het invoeren van de registratie van de omzet alleen, komen er weer al nieuwe voorwaarden bij, die voor sommigen een groot probleem zullen zijn, maar voor heel wat anderen geen probleem. Ik wijs er ook op, voor heel veel werknemers binnen de horeca wordt er de Dimona gedaan, wordt er aangegeven, dat bestaat ook allemaal. Waar het eigenlijk op neerkomt is, je moet een horecaonderneming rendabel maken. En er zijn professoren die al berekend hebben van eigenlijk in België, als je dat gewoon theoretisch bekijkt, dan is zo'n horecaonderneming nauwelijks rendabel te maken. Zeker als je dat vergelijkt met Nederland en Duitsland. En wat is daar de reden voor? Wat is het probleem om die horecaonderneming rendabel te maken? 1 antwoord, lasten op arbeid. Arbeidsintensieve sector, veel arbeid nodig om je product te maken en arbeid die niet kan vervangen worden. En dat is het grote verschil met die industrie waar al een paar keer naar verwezen is. Wat heeft de industrie in de afgelopen 100 jaar in ons land gedaan? Wel, de industrie heeft gezegd van kijk, we zijn hier, Vlaanderen is rijk geworden na de Tweede Wereldoorlog door de industrie, maar de lasten op arbeid, de kosten zijn steeds duurder en steeds hoger geworden. Dus wat is die industrie gaan doen? Delokaliseren. Alles wat arbeidsintensief is, dat gaan we naar het buitenland doen. En we blijven hier over met datgene wat niet meer arbeidsintensief is, met andere woorden, wat kan geautomatiseerd worden.
Wel, als er nu twee dingen zijn die de horeca niet kan doen, dan is het delocaliseren en dan is het automatiseren. We kunnen automatiseren. Hè. We kunnen ervoor zorgen dat u allemaal uw pas gaat afhalen aan de toog in plaats van dat het naar u gebracht wordt. We kunnen op subtielere manier automatiseren. We kunnen ervoor zorgen dat u halffabrikaten of zelfs hele fabrikaten in de keuken gaat gebruiken. Maar weet dan wel dat u van Arlon over Brussel, Antwerpen tot in de pannen overal dezelfde volle van gaat eten. Want het komt allemaal dan uit hetzelfde pakje. Met andere woorden, dat willen we niet. De keuken is ook iets ernstig in ons land. Ik bedoel, wij zijn daar fier op. Wij hebben een van de beste keukens ter wereld en dat willen wij ook zo houden. De beste. Alleen de beste keuken, dank u, de beste keuken van de hele wereld. Dat willen we ook zo houden, maar dat is een proces dat arbeidsintensief is. Ja. Kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we dat behouden? Ja. Als er iets gebeurt aan die lasten op arbeid. En nu ga ik ineens iets heel fundamenteel eraan toevoegen. Is dat alleen een probleem van de horeca? Nee. De horeca heeft een specifiek probleem, ook om de onvoorspelbaarheid, late uren, weekends enzovoort. Maar dit is een probleem van onze samenleving. Eigenlijk is de fundamentele vraag, is er in ons land een toekomst voor arbeidsintensieve activiteiten? Arbeidsintensieve activiteiten die net werkgelegenheid meebrengen voor laaggeschoolde mensen, voor jongeren, ook voor ouderen, voor allochtonen enzovoort. En dat is een heel fundamentele vraag waar de regering zich mee moet bezighouden. Okay. Gaan wij inderdaad een kennismaatschappij worden waar diegenen die mee kunnen goed hun boterham kunnen verdienen, maar al diegenen die niet mee kunnen, wel, die gaan we dan in een soort van gesubsidieerde tewerkstelling moeten zetten met dienstenchecks en ga zo maar verder. Okay. Wel, dit is een sector die arbeidsintensief is, die mensen werk geeft en waar wij nu van zeggen, pas op overheid, pas op regering, denk goed na wat je doet, want als we binnen dit en één jaar die kassa invoeren, en die lasten op arbeid zijn niet significant gedaald, dan verwachten wij dat we minstens 25.000 van die 125.000 arbeidsplaatsen kwijt zijn. Dat is voor het Genk maal 2,5 ongeveer. Okay. Bijvoorbeeld tot die lastenverlaging komen, we gaan even aftoetsen. Stefan Buijens, hoe gaat u om met overuren in uw zaak? Ik ga eerlijk zijn, ik probeer zoveel mogelijk te boeten met smout. Ja, dat zijn de West-Vlaanders. Dus dat wil zeggen dat ik in feite het sociaal zeer verstandig aanpak. Ik weet dat er op een réveillon moet gewerkt worden tot aan een zeker uur. En wel, wat doe ik dan? Ik sluit de 25e 's avonds. Dus dat zijn zo van die dingen die ik probeer te voegen en te doen. Wat ik ook belangrijk vind, en dat is misschien een tip naar collega's, dat is in plaats van om 8 uur te laten beginnen, laat ze iedereen om 10 uur beginnen en zeg, jongens, kom aan, we gaan erin vliegen. Mensen uit de horeca, die kunnen dat. Hè? Dat zijn dingen die de dag van vandaag een klein beetje dus die uurroosters lichter maken. Langs de andere kant, ik moet dan even 100% gelijk geven, er is ooit een film gemaakt geweest, een prachtige film trouwens, Lelo la Cuisse, met Louis de Funès, een parodie op Michelin, etcetera. Ik raad iedere politicus aan om die film een keer te bekijken. Want het verhaal is eigenlijk het hele verhaal dat we nu meemaken. Het is eigenlijk ongelooflijk. Je vraagt je soms af of ze daar geen inspiratie op houden. Maar op het einde is het de grote industrie die heel die sector overneemt, die zelfs de sterrenzaken gaat overnemen. Dat is zelfs de bedoeling. Maar we hebben toch een fundamenteler probleem en denk dat we daar naartoe moeten. Uiteindelijk kan je niet in een land voor elke sector tailor-made bepaalde maatregelen gaan nemen. En dus wat je al moet beginnen met te doen, en dat is een uitdaging niet alleen voor de federale regering, maar ook voor de Vlaamse regering, want die hebben dus dezelfde problemen, dat is dat je eigenlijk een aantal fundamentele parameters in onze arbeidsmarkt moet veranderen. Ja? En als het kan voor Audi Vorst, kon het wel. Waarom kan het dan niet voor iedereen? En ik geef een 3 voorbeelden. Het eerste probleem, ik weet dat Joël Milquet daar grote tegenstander van is in haar vorige functie, maar uiteindelijk blijft dat een probleem. Dat is dat bijvoorbeeld een student kan hier slechts 50 dagen werken. Nu, ik heb in onze activiteit hebben we heel wat studenten en er zijn studenten die bij ons zeer graag komen, heel het jaar door. En dan zeggen ze, sorry, meneer Sam, we kunnen niet mee komen, want we zijn al 50 dagen. Dus dan vervalt dat voordeeltarief voor studenten. Dat is 1. Dus moesten we nu al eens zeggen, we gaan alle studenten in plaats van 50 dagen te laten werken, we gaan die allemaal al 100 dagen laten werken. Wat voor een student, weten dat vele studenten tot 12 uur 's middags
kunstenaars in hun bed liggen als ze niet werken, dat dat eigenlijk 100 dagen nog helemaal geen luxe is. Dan ga je de werklozen niet... Nee, maar pas op, dat is niet waar. Maar, je zult zorgen dat die studenten, we zijn nog niet klaar, want er zijn 3 maatregelen die ik wil naar voren brengen, dat is het eerste dat je studenten al vertrouwd maakt met de werkomgeving en dat je ze al vroegtijdig leert kennismaken met wat ze misschien wel willen en wat ze niet willen. Dus dat is een ontegensprekelijke voordeel. Een tweede punt is dat in elke sector zitten we zeer stringent tegen een plafond te kijken van overuren. Ja? Dat heeft men in Vorst, VW Vorst, omzeild, dus voor hem kon het wel, waar men bij de rugzakprincipe werd. Waar men zegt, kijk, daar kan men tot 48 uur gaan, zonder dat men in overuren is. Ja? En dan kan men die uren, die meer uren, dan in een rustige periode, kan men die compenseren. Nu, dat lijkt mij een droommaatregel voor de horeca, waar je zegt van, kijk, we gaan tot een bepaald... maar ik spreek dan zonder toeslagen. Waar je zegt van, ik kan tot een bepaald aantal uren gaan. En dat aantal uren kan ik dan compenseren, wel te verstaan, zonder toeslagen. Ja? En dat zijn zaken die we zeker al zouden kunnen doen, waar dat we al veel meer zouden kunnen op inzetten. En die ook de maakindustrie, want uiteindelijk de horeca leeft niet alleen van zij die zijn communie, zijn eerste communie, zijn plechtige communie, zijn een trouw, etc. Laat gebeuren in de horecasector. We leven ook van mensen die een brood verdienen met elke dag in de fabriek actief te zijn. En uiteindelijk onze maatschappij zonder een maakindustrie, die gaat ook heel wat slachtoffers maken in de horeca. Dus moet je ook zorgen dat die maatregelen voor iedereen toepasselijk zijn. Een keer dat je die algemene maatregelen hebt bewerkstelligd, dan kan je natuurlijk zeggen, wat moet ik nu nog specifiek in de horeca gaan doen? En daar zijn een aantal oplossingen, waar dat je dus het systeem van de gelegenheidsarbeid, dat je dat ook toepast voor vaste contracten. Dus daar zijn in het horecaplan, en laten we zeggen, moet daarin eerlijk zijn, daar zijn een aantal goede aanzetten, waar dat men dus eigenlijk een aantal dingen kan regelen om mensen die extra uren doen onder een bepaald regime, maar dat is enkel van toepassing nu voor de gelegenheidsarbeid en niet voor de vaste contracten. En dan ben je telermeet op sectorniveau bezig. Maar ik pleit ervoor om eigenlijk het probleem veel fundamenteler aan te pakken en eigenlijk al de maatregelen die voor iedereen kunnen van toepassing zijn, dat die dus die van iedereen toepassing zijn en zo automatisch afwerven op de horeca. Ja. Het probleem stelt zich niet zozeer met de mensen die hier rond de tafel zitten, denk ik. Het vertrouwen in de huidige regering, en u maakt daar wel deel van uit natuurlijk, maar het vertrouwen van deze regering naar de sector toe, dat is het probleem. De sector wordt echt aanzien als een bende gangsters, een bende zwartwerkers, die niks doen dan... Ja, u hoort daar niet bij, voor alle duidelijkheid, ik weet dat wel. Maar er zijn wel collega's van u die daar duidelijk in... Ik heb het meegemaakt in de commissie bij uw collega van werk. Ik stel haar een vraag, van kunnen we daar niks voor doen? Een beetje in het kader van het horecaplan, want ik wil daar dan ook wel antwoorden natuurlijk op krijgen. Monica de Koning hebt u het erover. Monica de Koning, ja, minister van Werk. En zij reageert heel furieus, zelfs geëmotioneerd. En ze zegt, we hebben voor die sector al ik weet niet hoeveel gedaan. Die mensen willen niet wit, die willen per se in zwart werken. Deze regering gaat niks meer doen voor de sector. En dat hoor ik dan in een volgende vraag bij haar collega dan weer, mevrouw Laruel, in dezelfde sfeer een antwoord. En dan denk ik, jammer, aan de ene kant staat er een zeer kleine passage in het regeerakkoord van we gaan een horecaplan opmaken. Met deze regering gaan we een strategie uitwerken om de horeca leefbaar te maken. Maar met dit soort ministers, excuseer, gaan we er niet geraken. Hè? Meneer Crombez is de enige die af en toe iets in de media dan ook weer kan vertellen. Voor de zomer ging dat over het forfait dat u daarnet aanhaalde. Het ging over een forfaitaire loonlastenverlaging van 1000 euro voor alle werknemers in de sector per kwartaal. In de helft van de vakantie, u bent daar een beetje op teruggefloten waarschijnlijk door de collega's, in de helft van de vakantie schiet daar weer maar de helft van over. We spreken nu dus over 500 euro per kwartaal. Alleen voor bedrijven waar de eerste 5 werknemers daar kunnen van deel uitmaken. Dus de grotere restaurants, en ik denk dat mijn buurman hier daar ook slachtoffer van zal worden dan, die kunnen niet mee profiteren van dat geheel. En dat is eigenlijk het probleem van heel dat kader, van heel dat horecaplan, wat heel veel aankondigingen, ook hetgeen wat u daarnet nog aanhaalde over die gelegenheidsarbeid, dat is er nog niet. Hè. Het is nog niet gepasseerd. Dat is aangekondigd. Maar ik vraag mij af, als dat de motivatie is van de ministers, wat ik hoor in de commissies, buiten meneer Crombez, ja, dan gaat u met dat plan nergens niet geraken, meneer Crombez. Want u krijgt daar geen medewerking. Je hebt nog 1,5 jaar tijd. Ja, nee, we hebben nog maar een jaar tijd. Oké. Laat ons uitgaan van weinig tijd. Hè. Maar dit ligt anders. Ik heb er eigenlijk op gelet om zo weinig mogelijk dingen aan te kondigen die niet beslist waren.
De 1000 euro bijvoorbeeld. Het is waar dat ik rondliep met die piste om dat erdoor te krijgen. Dat is absoluut waar. Ik heb die zelf niet aangekondigd. De aankondigingen in juli. Toen zijn er twee dingen beslist effectief. Gelegenheidsarbeid, werken met een forfait. En het is ook belangrijk om daar te zeggen, als je dan die maatregelen bekijkt apart, bij sommige zaken zal dat helpen. Bij anderen helpt dat bijna niks. Bij gelegenheidsarbeid, een deel van de horecazaken zal daar echt iets aan hebben, anderen gaan er heel weinig aan hebben. Daar moet dat veralgemenen, hè? Ja, maar je kunt dat niet veralgemenen. Sommige horecazaken werken met occasionele arbeid en is dat een belangrijk stuk van hun werking. Bij anderen is dat bijna niks of niks. Daarom is het het plan, dus het gegeven een horecaplan, dat is juist het belangrijke. Inderdaad, elke horecazaak heeft een specifieke nood. Maar je kunt daar wel een globaal plan rond. Je moet de gemene deler wel zoeken, want anders kom je nooit tot een plan. Nee, maar kun je een plan maken? Kijk, we hebben er heel wat kasten. Ik ga het eventjes afmaken op de geraakingsbeslist. Ik ben daar niet zo pessimistisch over. Die gelegenheidsarbeid, dat is beslist. Dat heb ik wel aangekondigd. Ik zie niet in dat we die beslissing moeten vertragen omdat de kassa later wordt ingevoerd. Dus die gelegenheidsarbeid, die uitvoering, die moet in de lente van 2013 sowieso. Ik denk dat los van het tempo van de invoering van de kassa, dat een maatregel is die nuttig is voor de horeca. Dan tweede contracten, de 500 euro voor de eerste 5 werknemers voor zaken met minder dan 20 werknemers. Daar wringt het schoentje, die minder dan 20 werknemers. 800 euro als het over jongeren gaat. Wat kan je daarvan zeggen? Dat zal weer in sommige zaken een beetje ruimte geven. In de meeste zaken is dat niet ver genoeg. Ik ben daar heel eerlijk in, want we hebben genoeg met de horeca gepraat. Ze hebben ook heel duidelijk getoond waar de problemen zitten. Opnieuw, sommige zaken zijn daar wat mee geholpen. Bij anderen is dat belangen niet genoeg. En dan is er een derde luik, en dat is ook een beslissing. Daar is er minder over gesproken, omdat ik eerst met de sector daarover wil spreken. Ik kondig dat niet aan. Dat is dat we beslist hebben, stond ook in mijn beleidsnota, dat de opbrengsten voor de overheid, voor de schatkist van een invoering van een controlesysteem naar de sectoren waar dat gebeurt, moet worden ingevoerd. Wie zijn de eerste? De horeca met de kassa, de bouw met de registratie van de werknemers. En dus we gaan een stuk van de opbrengsten daarvan, die naar de schatkist terugkeren, naar de horeca brengen. Wat is de beslissing daar dat we dat doen voor de overuren? We moeten dat nog invullen. Ik kan hier van alles van denkpistes lanceren, maar ik wil dat niet doen. Ik wil daar eerst met de sector naar kijken. Waarom zeg ik dat hier? Omdat ik weet dat in het maken van een volledig plan, en tenzij dat ik er slecht beeld op heb, we gaan nooit een plan maken dat in alle zaken even goed werkt. Er is veel te veel verschil tussen de zaken. Maar er zijn 3 segmenten, occasionele arbeid, de kost van de contracten, de overuren. En ik plaats daar zeker de studentenarbeid bij. Ik denk dat we beter dat meteen mee hebben in dat plan. Om zoveel mogelijk en zo ver mogelijk. En de overuren zat niet in die beslissing van jullie. En is eigenlijk voor veel zaken de ontbrekende schakel om een volledig plan te hebben. Okay. Nog los van de grote orde van die maatregelen. Ja. Afrondend voor het eerste deel, meneer Van Assen. Er is trouwens ook, er zit een kosten van, of een terugverdieneffect. Ja. Er zit ook een kostenverlaging in het horecaplan. Ja, maar wel, en dat is eer wie eer toekomt. Ik denk dat meneer Krombezi inderdaad zeer goed de problemen van de sector heeft eigengemaakt. We hebben heel veel overlegd, niet alleen met ons als officiële federatie trouwens, maar met heel veel ondernemers overal te landen. En dat siert hem dat hij dat gedaan heeft, waarmee hij ook een zeer goed beeld krijgt van wat de echte problemen van de sector zijn. En de maatregelen die op dit moment op tafel liggen, gaan inderdaad allemaal in de richting van die problemen die er zijn. Maar het grote probleem is, ze zijn veel te beperkt. En ik heb er enorm begrip voor dat het in budgetair moeilijke periodes ook moeilijk is voor een overheid om daar zwaar te investeren. Maar onze sector, onze ondernemers, hebben natuurlijk ook budgetaire moeilijkheden. Ook voor ons is het sinds 2008 een economische crisis. En zoals u weet, in horeca is de eerste sector die te lijden heeft onder de crisis en de laatste die er weer uitkomt. Dus het is al een zeer moeilijk moment waarop dit wordt ingevoerd. Kon men op voorhand niet weten, maar het is nu wel een zaak. Met andere woorden, op dit ogenblik zijn die maatregelen, vrezen wij, absoluut onvoldoende. Ik geef een klein voorbeeldje. We hebben een gewone brasserie, want we spreken soms over sterrenzaken, we spreken over alle mogelijke verschillende zaken wel. Neem een gewone door de weekse Vlaamse brasserie, waar mensen heel graag op de zondag komen eten omdat ze niet willen koken. Dat soort van etablissement. Wel, ik heb zo'n voorbeeld die mij gemeld hebben van kijk, als wij naar de officiële kant overgaan en we willen ervoor zorgen dat onze werknemers evenveel blijven verdienen als nu, dan zitten wij vanaf 2014 met een jaarlijks schat van 190.000 euro. Wel, met de maatregelen, bijvoorbeeld de lastenverlaging die op dit moment op tafel ligt, kan je maximaal 10.000 tot 16.000 euro op een jaar
besparen op die arbeid. Met als gevolg, wanneer die kassa wordt ingevoerd, zonder, en dat is iets wat de regering zeer goed moet weten, zonder dat er extra maatregelen komen, dan zal de sector zichzelf saneren. En dat betekent dat zaken gaan vechten om te overleven. Dat wil ten eerste zeggen minder horeca. Er zullen heel veel zaken niet kunnen overleven. Wij hebben zelf ergens geschat dat dat rond 9-10% zit. Anderen zeggen dat er rond 12% zit. Dat zullen we dan zien. Maar ten tweede, al die zaken die dan wel overleven, ja, die gaan natuurlijk ook moeten maatregelen nemen om die bocht te kunnen nemen. En dat wil zeggen, ja, minder tewerkstelling sowieso. Want ja, zoals ik zei, er is maar één manier om te kunnen cutten op kosten in de sector. En dat is arbeid. Ze zullen besparen op arbeid. Hoe kan je besparen op arbeid? Minder openingsuren, minder openingsdagen. Dus het gevolg zal zijn dat we komen tot minder horeca en een minder toegankelijke horeca in ons land. En dat net het land dat van zichzelf zegt dat ze de beste keuken en de beste horeca ter wereld heeft. Wat is onze vrees? En daar wil ik echt mee afsluiten. Er is nog één ander land in Europa dat een geregistreerde kassa met blackbox heeft ingevoerd. En dat is Zweden. Wel, Zweden heeft eenzelfde niveau van fiscaliteit als wij, heeft eenzelfde, zelfs iets lagere last op arbeid als wij. De BTW zit ondertussen een beetje lager dan bij ons, maar, en de horeca op dit moment is daar volledig verwit. Geen begeleidende maatregel? Geen begeleidende maatregel, maar ook minder op voorhand een traditie die gegroeid was. Wel, we stellen vast dat er A, weinig Zweedse horeca is en B, dat de Zweedse horeca peperduur is. Ook voor de Zweden zelf. Wel, laat ons alstublieft ervoor zorgen dat de Belgische horeca geen Zweedse horeca wordt. Oké, laten we met deze oproep het eerste deel afsluiten en straks het breder plaatje bekijken in het tweede deel.